De Celebrate Bookbox van de maand mei. Ik ben erg blij dat ik hem eigenlijk heb. Hij was bij de buren afgeleverd en die waren helaas gisteren niet thuis. Dit is hem. Het thema was Pride and Prom. En ik heb al een vermoeden. Het eerste boek was bekend, maar de tweede nog niet. Maar ik had al een vermoeden welk boek erin zit. Dus eerst een boeken, ja, een soort boeken leggen met een hangertje. Dit boek heb ik al een paar keer gezien, lijkt me wel erg leuk. En een boeken leggen. De boeken leggen en button. Dus er komt ook nog een button. Ontwierpen speciaal voor deze box. De illustratie het boeken leggen is een ontwerp van Taratja. Die is wel heel leuk. Dan het kwartet. Girl Power. Hermione van Harry Potter. Selina van Throne of Glass. Inni van Six of Crows. En Daenerys van Game of Thrones. En dit is dan de button. Fuck off. Ja, dat staat recht. Oh, dan een met geweld. Dit is van een sleutelhanger met, ja, dat is net zo makkelijk. Deze print in het klein. Het zwarte hart van Stephanie Garber. Just One More Chapter ontwierp de sleutelhanger bij dit boek. En er zit een potlood in met de tekst Write Shit Down. Een quotekaart. Het was wel het boek waar ik in gedacht had. Imagine going about your day knowing someone's carrying you in their mind. That has to be the best part of being in love. The feeling of having a home in someone else's brain. En het gesigneerde Marissa Meijer, wat ze beloofd hadden. Dat was ook gezegd. Een poosje terug was Marissa Meijer in het land, speciaal voor Celebrate Books. Signeerde ze de kaart met een ontwerp van koningin Levana, de Lunar Chronicles, door Alaya Yahil. In deze serie worden een paar prachtige bals gegeven en Levana weet ze altijd goed te manipuleren. Die is wel heel gaaf, die tekening. Nog een boeken leggen. Van Suzanne Witpenig, 1989. Wat doe je als je weet hoe je toekomst eruit ziet? En als laatste het boek. En dit zorgt ervoor dat ik nog een ritje moet maken naar de boekhandel. Want het is de eigenzinnige van zinnigheden van Lea Burke van Becky Albertalli. Want ik heb Love, Simon niet. Tenminste, Simon versus de Homo sapiens. Oh ja. Ik heb in ieder geval het boek over Simon niet. En die wil ik graag eerst lezen voordat ik deze ga lezen. Maar ik ben hier heel erg blij mee. Het was echt een leuke box. Ik ben hier echt heel blij mee.